Ik ben Kim Kempeneers, ik ben 22 jaar. Ik zit op het Skalda College in Goes en ik kom uit Halsteren. Wat mij nu trots maakt op het MBO is dat mijn school waar ik nu op zit heel erg meedenkt in de mogelijkheden die wel kunnen. Ik vind van het thema gezonde levensstijl dat het een goed thema is, omdat iedereen gezond moet kunnen leven en iedereen zijn eigen gezond moet kunnen voelen en blij moet kunnen zijn met wie die is. Ik ga proberen het voor elkaar te krijgen dat iedereen ongeacht beperking of afkomst gewoon een mbo-opleiding kan gaan volgen. Die ook in de toekomst verder kan denken en gezond kan blijven en kan werken. Mijn docent heeft tegen mij gezegd dat ik heel veel doorzettingsvermogen heb. Ook omdat mijn opleiding is eigenlijk niet passend voor iemand met een beperking. En dat maakt het lastiger om het vol te kunnen houden. Alleen doordat mijn docent aan mijn school heel erg meedenkt, kan ik het redelijk goed allemaal doen. Nou, ik zou graag willen winnen omdat ik dan kan bewijzen en ook kan laten aantonen dat mensen met een beperking ook gewoon een opleiding kunnen volgen. Ook om te zorgen dat andere mensen die dus die moeite hebben met een opleiding kiezen, het ook gewoon kunnen gaan doen. Nou, ik wil sowieso ook met een aantal van hun wel gewoon een beetje gesprek gaan voeren en kijken of ik zeg maar mijn idee aan hun uit kan leggen. Dat ik dan duidelijk kan maken bij hun zeg maar waar ik voor sta en wat mijn plannen zijn als ik ambassadeur ben. Nou, ik denk dat ik zeg maar heel erg kan nadenken over de mensen die zeg maar gewoon gezond zijn tussen aanhalingstekens. En mensen met een beperking en daar dan een goede vergelijking van kan maken. En daardoor ook zeg maar dingen kan laten samenwerken. Dus waardoor het makkelijker is om ergens overheen te komen of zeg maar iets te kunnen uitvoeren.